nog comfortabeler, nog luxer. Die teksten hebben jullie ongetwijfeld de afgelopen weken voorbij zien komen op allerlei billboards langs de snelweg. Dat was Hyundai over de nieuwe i30. Oordeel zelf staat er dan heel zelfverzekerd onder. Nou ja, wat kunnen wij dan beter doen dan opnieuw 90 Autoweeklezers uitnodigen om die auto zelf eens te ervaren. Zo, nou staat deze i30 hartstikke mooi stil, maar ik zag je net op die gladde baan alle kanten uitglijden. Lukt het een beetje? Ja, op het begin was het een beetje wennen, want je weet niet wat die auto doet. Hij is lekker wendbaar. Hij is ontzettend wendbaar. Hey, ik zie dat ESP vanaf de buitenkant aan alle kanten ingrijpen. Voelt dat een beetje vertraagd? Je merkt er helemaal niks van, behalve als je hem uitzet. Dan merk je dat het werkt. Dus ja, ik vind het wel leuk om op deze manier een auto te mogen ervaren. Zou dit een fatsoenlijke opvolger zijn voor je auto? Nou, ja, je moet op de kleine letten. Dus alles wordt gedownsized. Dus waarschijnlijk wordt het formaatje van de auto ook wel weer wat klein. Dan kan ik Duits gaan rijden. Of ja, na zo'n dag kan ik ook wel zeggen dat ik hem in ieder geval serieus mee wil nemen. Kijk, dus ze hebben in ieder geval heel wat bereikt bij jou. Ze hebben in ieder geval een positieve lach op mijn gezicht kunnen krijgen. Wat is er leuk aan? In een hele andere omgeving. Gewoon eens even een auto uitproberen en er gebeurt van alles. En het is echt heel, heel gaaf. Ja. Echt, ja, ik vind het geweldig. Nou, het is geen grijze middenklasse meer. Het is gewoon een stoere auto, een leuke bak met een gaaf smoelwerk ervoor op. Ik vind hem, het smoelt, het is leuk. Ja. Hey, en even eerlijk, zijn er nou nog dingen die echt tegenvallen aan de auto? Waarvan je zegt van nou, dat vind ik jammer. Nee, eigenlijk niet. Nee, sorry. Daar geloof ik helemaal niks van, maar daarom gaan we even door naar het tweede deel van dit gesprek. Wat jou betreft, zijn er nog dingen die Hyundai kan verbeteren aan deze i30? Nou, ik denk weinig. Weinig, ja. En na de dag van vandaag, zou een Hyundai i30 een logische opvolger of überhaupt een mogelijke opvolger kunnen zijn voor die C4 of niet? Zoals ik hem nu heb meegemaakt, zit ik er sterk aan te denken om dat zeker te gaan doen. Ja, okay. Ik had er voorheen niet aan gedacht, maar überhaupt niet aan Hyundai. Maar ik ben toch wel redelijk om. De degelijkheid, het rijdt goed, goede stuurcapaciteit, dat comfortgedeelte van het sturen. Het zit goed, afgewerkt, compleet. Haha, volgens mij zag ik jou net werkelijk aan alle kanten over die baan glijden, of valt het mee? Nee, het valt op zich wel mee, maar je moet het wel even goed kunnen. Maar de auto doet het netjes. Nou, een beetje zeg maar slank. Ja. Een uitdagende zeg maar front. Ja. En een beetje Rubens-achtige kont. Zo, je weet het hè, wat het betekent als je een bal gekregen hebt. Ja, maar ik heb meer met auto's dan met ballen. Ja? Ja. En wat heb je met de Hyundai i30? Ik vind het een mooie auto. Ja? Ja, design vind ik ook mooi. Volwassen auto. De comfortstand, of de gewone stand. Ja, dat is echt dat kun je echt merken. Ja? Ja. Zo, handremmetje erop. Kijk, deurtje dicht. Kom maar even bij staan. Ik ben toch benieuwd, hoe bevalt de Hyundai i30 vandaag? Ja, prima. Fijne, ja. Fijne auto. Ja. Ja. Wat maakt hem zo fijn dan? Nou, om te beginnen de zit. Ik ben zelf ben ik erg gevoelig voor stoelen die goed zitten, rugproblemen. En dit is gewoon een fijne auto om in te zitten. Ja. Ruime, riante stoelen. Ja, comfort. Jongeman, wat zijn wij hier aan het doen? Oh, ik zit te kijken, ik wou de klep open doen, maar dit is helemaal geen ding om de klep open te doen. Daar zit een camera in verwerkt. Ja, dat vind ik grappig, dat heb ik zelf niet. Nee. Hey. Wat vind je ervan dat dit soort dingen op een Hyundai i30 leverbaar zijn? Het verbaast mij. Ik denk van het uitrustingsniveau is toch wel van een niveau dat je zegt van ik kan goed meekomen met de rest. Hij biedt wel goed waar voor zijn geld. Ja. Europa moet gaan uitkijken. Europa moet zeker gaan uitkijken, ja. Hey, en als je hebt ervaring met de vorige i30, hoe is de nieuwe i30 dan? Nog mooier en nog completer. En ik, mag ik het zeggen? Ja, ik vind hem geweldig. Ik ben verliefd. Ik wil hem wel hebben. Verliefd zelfs? Ja, doe er maar een strikje om, ik neem hem wel mee. Ja, doe maar.